In Leiden werd onlangs een wedstrijd in welsprekendheid voor standwerkers gehouden. De heer Kraak in bijouterieën was een der inschrijvers in de afdeling hoogwerkers. Dat zijn standwerkers op een voetstuk. Dames en heren, het is kleurhouden en kleuren. Het eerste procedé. Meta platinoor wat ik u geef is gemaakt voor een heer. Hij kost normaal 6 gulden en 75 cent. Een buitengewone mooie herenring. Met zwarte steek. Meneer, wat kost die nu dan? Ik geef u dat. Een gulden. Een dubbeltje, een stuiver, een cent, wie wil hem hebben? Ja! Ja, kinderen, gaan jullie er eens tussenuit. Gaan jullie er eens tussenuit, want dat sluit de grote mannen en vrouwen. Denk om die apparaten. Ja, je moet even zo gaan staan, dames en heren, even zo. Mevrouw Geesen Scheepstra won de tweede prijs. Je kunt nog niet in de keuken komen of je bril is beslagen en komt vader van kantoor of van fabriek binnen. In de warme kamer, dan ziet zijn bril er zo uit. Weet u wat vader altijd doet? De bril af, als hij binnenkomt, de zakdoek uit de zak en poetsen, jongens. Want die bril, daar kan hij niks door zien. Nou doen wij dat zo, dan hebben we hier een staafje. En dan doen we dat zo op deze wijze, het brillenglas even aanstrijken, eens in de twee maanden. Aan beide kanten, dan hoef je nooit bang te zijn dat dat krast. Dat is geen bezwaar, want dat is Spiritea Sebonatus. Dat is voor chirurgische en optische instrumenten schoon te maken. In de afdeling Schone Kunsten sprak de heer Ludwig. We gaan dus eerst één stukje uitreiken van de bekende Venusse schilder. Waar boven staat, mijn moeder is op deze aarde mij meer dan alle schatten waard. Dames en heren, ik moet u even zeggen, elke tegel is afwasbaar. Terwijl aan de achterzijde een haak is ingebakken, waardoor je de tegel nooit van de muur afgevallen.